Carnaval, dat eigenlijk van 13 tot 16 februari gepland stond, gaat dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Volgens de Brabantse Carnaval Federatie zijn er signalen dat mensen illegale feesten plannen en dat wekt bezorgdheid op. Maar carnaval vieren kan ook zonder de regels te overtreden. Hoe vieren de Tilburgers dit jaar carnaval? Thuis. Ik denk gewoon gezellig thuis. Maar niet in de kroegen, helaas. Waar zou je dat moeten doen? En je mag na 9 uur niet meer over straat, dus je kunt ook niet stiekem ergens met een hele hoop bij elkaar komen. Of anders moet je blijven slapen. Nee, er zijn zoveel regels, ik denk dat echt niet gaat gebeuren. Ik denk dat ze gewoon thuis vieren. Bijna iedereen. Ik denk dat 75% gewoon thuis, lekker op zijn gemakje, wel versieren en verder niks. Nou, ik denk dat het wel minder wordt nu, hè. Het zijn allemaal hele leuke versierde mondkapjes en zo, denk ik. Nou, ik denk gewoon gezellig met mijn vrouw en even kijken, we zijn met z'n zessen thuis, dus met z'n zessen gezellig op de bank. Pilsje erbij, borreltje, hapje. Alleen thuis. En online muziek luisteren. Met de feestmust op, denk ik. Zie ik zelf niet echt, zeg maar, de waarde van in, of de meerwaarde van in. Dus ja, de gezelligheid en zo is toch een beetje anders dan dat je met de hele groep bij elkaar bent. Ja, ook dat gaan ze online doen natuurlijk. Vind je niet? Maar ik heb wel een appje gekregen van de straat dat ze de straat willen versieren. Dus, en daar denk ik dat ze dat gaan doen, meer niet. En dan hoop ik tenminste dat ze dat gaan doen. Oh, dat weet ik niet. Normaal doe ik er elk jaar een dagje mee. Maar dit jaar wordt het denk ik op een andere manier gevierd. Helemaal niet, denk ik. Als het zo blijft zoals het nou is, dan krijgen we geen carnaval. Ik denk dit jaar helemaal niet vanwege de corona.